Nou, de beslissing ligt bij de ouders, hè, want uh, uit de Donbass vertrekken, dat is wel een moment van een hele belangrijke beslissing. Ira, onze moeder in de Donbass, heeft altijd gezegd, we blijven in ons prachtig mooie huis wat je voor ons gemaakt hebt. Maar gisteren, de dreiging dat ze hebben, het weekend in de schuilkelder gezeten, je ziet een foto nu ja. ervan, ja. en... Uh, daar hebben ze met z'n 17 in gezeten. En dat werd ze eigenlijk toch wel een beetje te veel. Dus gisteren is ze besloten om echt te vluchten. En uh, ja, wij zullen ze met alle liefde zelfs ontvangen. Maar wat ook een bijkomend probleem is. Wij kunnen die, die gezinnen kunnen we niet uit elkaar halen. Nee. He, want, want die zijn natuurlijk al getraumatiseerd ja. wat er vroeger gebeurd is. En, en nu hangen ze heel erg aan elkaar. Dus ik heb bijvoorbeeld in, uh, in de glimmen in. Uh, in, uh, in Leek in Groningen heb ik prachtig mooie aanbiedingen gekregen. In Glimmer krijgen we een mooie, mooie yes, herenhuis aangeboden yes, yeah. om die kinderen bij elkaar te kunnen houden. En dat is wel, wel fantastisch, die medewerking die we aan alle kanten krijgen.